Goedenavond allemaal. Mooi om jullie te zien. Goedenavond, dames en heren. Wat bijzonder, dit mooie concertgebouw met tafeltjes en drankjes. Ik had gehoord dat dat sinds 1880 nog niet voorgekomen is. Dit moet echt fantastisch zijn. Ik zou er echt wel zelf in de zaal willen zitten vanavond. Nou, we spelen vanavond inderdaad het programma Dwaze Tijd, Tiempo Loco. Eigenlijk de creatie van dit programma was een vooruitziende blik. Die ging ook over onze stressvolle tijd hier in het Westen. Terwijl de Afrikanen die zeggen, jullie hebben de horloges, wij hebben de tijd. En de Argentijnen die zeggen, laten we vandaag leven. Morgen hebben we tijd om uit te rusten en onze belastingen te betalen. Maar ja, toen draaide alles opeens om. Toen hadden wij opeens zeeën van tijd thuis. Heerlijk. Bevrijd van alle deadlines. En nu zijn we weer lekker aan het werk, hè Juan? Mooi. En we hebben voor jullie een stuk gespeeld dat heet El Desbande, een van de eerste tango's van Astor Piazzolla. En dat betekent de chaos. En het gaat ook over de chaos van Buenos Aires, die reusachtige stad. In groot Buenos Aires wonen 17 miljoen mensen. Maar zodra je die stad verlaat en je gaat naar het westen toe, naar de enorme Pampa en daarna naar het Andesgebergte, dan kom je hele andere muziek dan tango tegen. Die willen we vanavond voor jullie gaan spelen. Het volgende stuk heb ik geschreven is een soort zamba met een Z. En dat stuk is opgedragen aan de condor, die reusachtige vogel die de hele Andesbergkam
bewoont. En de kondigst is een soort symbool van de oneindigheid van de tijd en van de bewoners van het Andesgebergte. En die konder is al sinds de Inca's, wordt eigenlijk als heilig gezien. En brenger van vrede. En ook bevrijdt hij ons van ziekte, want hij is een aaseter. Dus hij eet de dode dieren op. Helaas, die konders die zijn met uitsterven bedreigd. Die worden vaak aangezien voor veerovers door de boeren. Dus ze worden vergiftigd of ze worden met hagel beschoten. Gelukkig worden ze tegenwoordig vanuit Buenos Aires, in allerlei programma's worden ze opnieuw opgelapt. En na 3 jaar worden ze weer vrijgelaten in de bergen. Dus dit stuk heet Condor Herido. Thank you.
Muchas gracias. Buenas tardes. Dit was Viva Jujuy, Leve Jujuy, deze noordelijkste provincie van Argentinië, daar bij de Anders gewerkt, waar de Condor woont. Viva Jujuy, een bailecito. Volgende stuk heet Mate de Paz, Mate van Vrede. En ik heb deze stuk opgedragen, een wonderbaarlijke drank dat wij hebben in Zuid-Amerika, Argentinië, Uruguay, Paraguay, Zuid-Brazilië. Daar groeit een theeplant die heet yerba mate. De Indianen gebruikten dat jaren geleden. En nog steeds is een traditie. Wij bereiden zo'n drank in een kopje met een rietje, een metalen rietje. Met een zeefje eronder. Je gooit daar in de kruiden thee, warm water en genieten. Is alleen een communitaire drank, zeg maar. Wij drinken met z'n allen, zeg maar, als wij bij elkaar komen. Tijdens het werk zelfs. Maar nu met de corona is niet mogelijk. Want wij delen zo'n kopje in rond. Is heel mooi eigenlijk. Bijzonder, want jong en oud, rijk en arm, drink de mate. Maar goed, het is geschreven op basis van een ritme daar Noordoost-Argentinië, waar die plant groeit. En de ritme is een chamamé. Dus Mate de Paz als een parallel met de vredespijp van de Noord-Amerikaanse Indianen. Zij deelden ook zo'n pijp. Dus deze is Mate de Paz, Mate van Vrede. Vrede voor ons allemaal. Thank you.
Dankjewel. En dit laatste was een wals. Die heet Milinda Compintje. Die heb ik geschreven voor mijn geliefde Tirza. Die niet alleen het 25 jaar met mij heeft uitgehouden als levensmetgezellin, maar ook als manager. Maar ze heeft haar lang verwachte droom heeft ze eindelijk kunnen waarmaken. Ze is nu fulltime life coach. En inmiddels is mijn nieuwe manager Stefan Staal. En die wals, die heet dus Milinda Compintje, dat betekent mijn mooie partner in crime, mijn medeplichtige. We gaan nu een Cubaans stuk spelen dat ik heb geschreven, want ik was met mijn gezin op Cuba in 2008. En we lopen een pleintje op, daar stond een prachtig koetje met een muilezel ervoor, dus wij dachten, nou, we gaan lekker een ritje maken. En daar zaten we dan 5 minuten lang en er gebeurde helemaal niks. Dus ik maak een praatje met de koetsier, en ik vraag, hoe heet jouw muilezel eigenlijk? Hij zegt, nou, die heet Mas o Menos. Min of meer. Ik zeg, nou, dat is een bijzondere naam. Hoe komt die eraan? Toen zei hij, nou, mijn muilezel is een speciaal geval, want er zijn van die dagen, dan wil die wel overwegen om een klein toeristisch tochtje door Havana te maken. Maar de meeste dagen verzet hij werkelijk geen been. Ook al hou je nog de grootste wortel voor zijn neus. Dus opgedragen aan deze muilezel is de Cubaans-Argentijnse milonga Más o Menos. Thank you.
Thank you.
Dit was een eigen bewerking van twee liedjes van mijn vader. Die heeft voor mijn moeder geschreven, jaren geleden. Mijn ouders zijn hun hele leven samen geweest, sinds geboorte. Mijn oma's waren goede vriendinnen. De families waren vrienden van elkaar. En dus zij waren zwanger op hetzelfde tijdstip. En in 1923, met één maand verschil, zijn mijn ouders geboren. Dat wisten wij niet toen, natuurlijk. Dus zij groeiden samen. Zij waren vrienden. Op een bepaald moment werden zij verliefd op elkaar. En voordat zij gingen trouwen, ging mijn vader 700 kilometer naar noord, naar Buenos Aires. Zij woonde in de Patagonia. Hij ging daartoe om zijn werk te regelen als cartoonist, tekenaar, en een huis te vinden. En hij ging alleen daar, om eventjes om dat te regelen. Mijn moeder bleef achter. En toen heeft hij die twee bolero's, bolero-achtig liedjes, geschreven. Melodie en tekst, heel mooi tekst, heel romantisch. Je bent ver weg van mij, dat is het eerste liedje. Estás lejos de mí, je bent ver weg van mij. En hij zegt, maar ik draag je hier in mijn hart, ik hou van jou, bla bla bla, heel mooi, allemaal. En het tweede liedje heet Recuerdas, herinner je. Allemaal herinneringen van hun tijd. Maar goed, zij zijn dus tot mijn moeder ging op 91 jaar leeftijd, zij ging overlijden. En dan mijn vader ging door een paar jaren nog tot zijn 95, een paar jaar geleden. En dan zij zijn samen waarschijnlijk nu ergens. En wij hebben deze liedjes opgenomen en een paar dagen daarna is mijn vader overlijden. Dus wij nemen aan dat hij heel blij was. Wij spelen nu een andere compositie dat ik heb opgedragen aan Om Maida en Tante Lea. En om een lang verhaal nog langer te maken. Maar het heeft te maken met tijd. Mijn oom was ook mijn peetvader. En sinds klein begon ik te dromen te gaan varen. Want hij begon toen met een boot van hout. Hij heeft als hobby gemaakt. En hij heeft beloofd een barbecue op strand. De dag dat de boot op zee zou gaan. Een grote feest. Dus de hele familie en vrienden aan het wachten. Wanneer is die boot klaar? Een jaar, twee, drie, vier, vijf, 15. 15 jaar de tijd genomen. Goed, wij zaten te wachten. Uiteindelijk was klaar. Lag die boot daar op strand voor de laatste details. En die avond, die nacht, ontstond een grote storm. Kwam de zee. Heeft de boot lekker meegenomen. Alle dromen om te gaan varen natuurlijk gingen weg. Maar de ergste, geen barbecue. Thank you.
Dit was van Karel Chorinho para Juli. Chorinho, een typisch Braziliaanse ritme. En de tourmanager van Karel is Juli, een Braziliaanse dame. Dus hij heeft voor haar zo'n Chorinho geschreven. Vervolgens spelen wij muziek van Piazzolla. De eerste stuk is Solitude, een stuk dat hij heeft geschreven voor een film. Lumière in de jaren 70, zoiets. Solitude.
Thank you.